Nee, niks smoesjes. Gewoon Giel, elkaar ik wil je nog wel even goed over nadenken, hoor. Voordat we, deze, voordat we hier iets op zeggen. Want als jongens, doen, dan... tot ziens. Even, ah. Ik ben op de factuur. Rage quit. Hey kijkers, Michael als Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TDT-server. Vandaag met Giel en Eva. Hey. Welkom in TDT City. Er is heel veel veranderd. Ja, echt hallo. Superveel gebeurd. Ja, dat gaat hij eigenlijk... Hoort hij nou ook al in TDT City die daar loopt? Wie is dat dan? Ik niet. Ik weet zelf niet eens wie er allemaal wel en niet ja, in zit. Ja, die hoort erbij. Hoe weet je dat? Hij zit in de Skype. Oh ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja. Hij is betrapt. Kijken. Ja, oké, okay, die hoort erbij. Wat vind je van TDT City nu, schat? We zijn bezig met gigantische upgrades. Ja, spannend. Ja, vind je het spannend of mooi? Ja, oh, die brug is echt super vet. Ja, hè? Maar dit is niet alles. We zijn daarboven ook nog bezig en zijn ziek aan het upgraden. Alleen, we komen er niet uit. En dat wouden we aan jou vragen. Wat moet daar komen? Ja. Eerst even, wat hebben jullie allemaal gemaakt? En oh, een boerderij. Okay, nou, kom mee. Ja, dan laten we het even zien. Ja, want dit is niet, ik kom hier echt van, boem, regelt wat. Kijk, hier. Wat, hier komt een doorgang naar boven, naar daar. Kijk, hier hebben we een boerderij. Die maar moet wat ook komt nog daar boven? Oh, dat zien we nog wel, maar kijk, hier hebben we dus dierenhokken. Ah, oh, superleuk. Hier hebben we dus, hoe heet dat, de farm komt hier. Links en rechts komt boeien. Hey, Knups. Hoi, peace. Hier groeit Knups. Ja, hier die groeit Knups. Knups. Die groeit Knups. Dus ja, hier hebben we dus een molen, dus dat staat hier op de berg. Dus eigenlijk komt hier een beetje het eten gebeuren. What the fuck alleen, is Knups aan wat doen? We willen hier een soort van overkoepelende ruimte maken tegen de torens aan. Dus dat er een soort van dak is wat vast zit in de... hoe heet dat? Hoe moet je dat zeggen? Die vastzit in tegen de berg aan. Ja. Oh ja. En dan tegen de torens. Ja. Deze twee torens zijn deel van het gebouw en deze zitten een beetje ernaast. Ja, die wil ik ook denk ik tegenaan zetten. Wat zijn zitten, de redenen van deze torens dan? Gewoon. Nou, veiligheid. Ja. Oh, oké. Okay. Kijk, en hier hebben we dus de trap die naar boven gaat en daar komt dus een hele muur zo tegenaan. Dus zodat je daar ook niet heen kan. Dus eigenlijk zit je hier al meteen vast in dit gebeuren. Dus eigenlijk dat er nu doorgang is voor alles. Oké. Maar oké, jullie hebben al een farm voor eten en boerderij met dieren. Ja, jullie klopt. Hebben een visserdingetje. Klopt, of niet? Ja. Wat we daar zouden kunnen doen is een nieuw fansom huisje maken, Giel. Een nieuw? Wat hebben we die andere gedaan? Die gaan we weghalen. Die gaat weg. Dus we zouden hier iets heel groots voor fansom kunnen maken in de berg. In de berg. Hey, ja, maar dat is wel cool. Giel, dat is een soort van verblijfplek. Ja, moeten we even kijken. Dat is een meetingspot of zo. Ja, dat is wel cool. Wat vind je daarvan? Dus dan gaan we, helemaal top. Dan gaan wij twee het oude fansom huisje aftuigen. Want ik vind dat wij dat wel met z'n tweeën moeten gaan doen. Omdat natuurlijk, ja, jij bent fansom. Au. Bam. Oké, gaan we via de... Wat is de beste... Oh, kom, we gaan gewoon hier omhoog. Oh, ja. Jij neemt al de beste route. Giel, ga jij verder met die torens dan? Ja, ik ben alvast even een soort van muurje aan het maken hier. Dan breken wij gewoon dit fansom huisje af, schat. Helemaal slow. Oh, basketbal helpt ons mee. Echt? Ja. Wat dan? Die was ook al aan het weghakken. Oeh. Was die het weg aan het hakken? Ja. Zonder te overleggen? Nee, hij ziet dat wij dat doen. Nee, hij was al begonnen voordat ik was begonnen. Ja. Oh nee, we hebben dat in de video gezegd, dat hij weg moest. Ah. Ja. Hij heeft video gekeken, stiekem een boef. Nou. Wat goed. Nou? Hé, hey, maar leuk. Ja? Ik wil eerst naar boven, van boven alles weghakken. Oké, dan ga je naar boven. Ja, want anders heb je onder een zo'n vliegende dak in één keer. Hallo. Oké, ik haal wel even hier al het hout weg onder. Even kijken, moet ik ook even jou boven helpen anders? Ja, is goed. Oké, Giel, als jij doorbouwt, help ik even. Dan gaan we eigenlijk een beetje nu weer heerlijk snel. Ja. We moeten alleen even gaan bedenken wat we nou precies willen met de rest. Daar ben ik nog niet over uit. Ja, nou ja, de rest van de ruimtes. Hé, maar wacht eens even. Als jullie daar een beetje klaar zijn met TDT City, kunnen jullie ons ook een beetje helpen. Ja, inderdaad. We betalen, mevrouw. Hé, hallo. We zijn dezelfde naties. Ik kwam eigenlijk niet op het woord, maar... Ja, nee, TDT City gaat eindelijk een beetje goed. En nu moeten we meteen onze mensen uitlenen. Ik help jullie toch ook nu? Nee. Ja, die paar minuten die je even vrijmaakt om hem huisje weg te slopen. Ja, doe maar weer. Ja. Ja, dat weegt niet af tegen de uren werk dat Slens heeft kost. Oh, hey, ik zeg toch niet dat je heel Slens doet, maar iets toevallig een fansom huis of zo. Maar jullie hebben toch je eigen bouwgroep of zo, een personeelvereniging? Nee, ja, maar het is ook grappig als wij iets van een fansom huisje hebben of zo.
Oh ja, dan mogen wij gaan bouwen dan. Nee, gewoon met de groep helpen. Ja, smoesjes. Nee, niks smoesjes. Gewoon Giel, elkaar ik helpen. Wil je nog wel even goed over nadenken hoor, voordat we, deze, voordat we hier iets op zeggen. Want als jongens, doen, dan... tot ziens. Even, ah. Ik ben ik op de vak. Rage quit. Ja, ik kan zo weg en ik kan zo weggaan hoor. Oh, doe maar. Rage quit alles. Even kijken, dit weghalen. Ik krijg wel gratis hout van jullie. Nee, die moet je inleveren in de kist. Ik wist het. Dat staat er voor jou, hè? Oh, nee, oh, ik viel dat beneden ook, leef nog. Ja, dat is dom. Ik sta gewoon nog heel rustig hierboven te chillen. Ja, dan ga ik wel hieronder. Die boom moet wel blijven staan, echt waar. Die boom moet blijven staan. Als iemand die weghaalt, die krijgt straf, die wie die weghaalt. En die gaat er maar helemaal precies naar bouwen. Nou, als iemand die weghaalt, dat betekent dat hij niet de video kijkt. Ja, dus dan is hij ook gewoon meteen schuldig. Badass wil zijn. Ja, dan, dan mag hij eraan geloven. Dit is echt een rare manier van vloeren dichtmaken. Dus allemaal stairs. Ziet een beetje raar uit. Hoezo? Dit huisje heb jij gemaakt toen? Ik niet. Echt wel, daar was jij bij. En ik heb dit huisje niet gemaakt hoor. Ik heb ook niet gemaakt. Wie dan? Ik niet. Veel. Nou, ik niet. Ja, ik ook niet. Jawel. Nee, ik heb het huisje niet. Ja, anders weet ik dat toch. Oké, wie weet nog wie dit huisje heeft gemaakt? Volgens mij was het Eva. Ik weet bijna wel zeker. Nou, kijk maar de video's terug. Volgens mij, jij en Tobias. Het enige wat wij hebben gedaan is de deur. Ja. Volgens mij waren... Hey, niet doen. Niet doen. Ja, ik heb hem niet gemaakt hoor. Wie dan? Volgens mij Tobias. Tobias zou ook kunnen, Lars zou kunnen. Zou best kunnen. In ieder geval Volgens mij heeft Lars hem gemaakt. Weet bijna wel zeker. Ja, mij beschuldigen. Oké, sorry. Ja. Wel zielig. Volgens mij was Lars het, weet bijna wel zeker dan. Ja, nu is het in één keer Lars. Ja, dat weet ik wel bijna zeker. Want Lars heeft toen iets gedaan toen ik zei van nee, dat moet niet zo. Dat weet ik nogal heel zeker. Je wist ook zeker dat Eva het maakt. Ja. Nee, ik weet niet wat terug ik... Wat moet ik nou geloven? Ja, hier, zie je. Wat? Ja, want we weten nou niet meer aan wie we moeten kunnen geloven. Oh, tuurlijk. Ik zou de paus geloven als ik jou was. De paus? Ja, die heeft altijd gelijk. Weet ik niet. Oké. En dan gewoon als hij weer op zijn balkon staat of zo. Ja, precies. Dan moet je het meest naar hem luisteren. Bedankt voor de bloem. De bloem? Voor de bloem. Bloem. Ja, hij kan het sowieso geen goed Nederlands. Dus, bedankt voor de bloemen, zegt hij altijd. Hij kan Nederlands, dat is toch netjes? Nou. Wat? Hij zegt toch bedankt voor de bloemen? Hij is tenminste. Ja. Hij bedankt mensen tenminste voor de bloemen. Op wat voor manier? Ik tuurlijk. Ja, hij kan ook niks zeggen. Hij zegt, doe me nog maar een rondje pizza. Dat kan hij ook zeggen, toch? Ja. Prima, als hij pizza wil. Nou, zou die man pizza eten? Zou die ook snackdag hebben of zo? Dat vraag ik me altijd wel af. Is ook gewoon een mens? What the fuck, man? Nee, dat weet je niet. Hij mag heel veel dingen niet, zegt hij. En hij doet ook heel veel dingen niet. Dus ik vraag me af, zou hij dan pizza eten of betaald? Of heeft hij een snackdag dat hij elke dinsdag... Over wie hadden we het eigenlijk ook alweer? De paus. Oh ja, toch wel de paus, ja. Dat hij elke dinsdag patat en met frikandellen of zo eet. Dat zou toch grappig zijn? Ja. Weet je aan wie ik in één keer moest denken? Nou? Dat dacht ik ook al. Shit, ik was al nadenken, maar ik hoopte dat als ik ermee ging beginnen dat ik het al wist, maar dat faalde helaas. Eva heeft gewoon geen idee, ze crasht. Oh ja, shit, ik crash. Alweer. Ja. Alweer? Nee, de vorige keer was het vissen, maar dat was in de, ja. Ik crash niet. Even neer. Nou, aan wie zat je te denken? Waarom denk ik heet het aan Voldemort? Maar dat wil ik niet zeggen. Waarom denk je aan Voldemort? De paus heeft groene neus hoor. Ja, Voldemort niet, nee, maar oké. Okay. Die Rus. Poetin. Poetin, ja, oh my god. Waarom kan ik niet op Maar wat wil je daarover zeggen dan? Over zijn filmpje dat hij ook de medaille ging uitreiken en dan had hij een super grote lange... Oh, ja. Die was echt super groot. Maar dat meisje op het begin is een turnster. Oké, hou maar op. Alia Mustafina. Oh my god. Ik was mijn lievelingsturnster. Ja, oh, dat jullie lievelingsvoetballers hebben, heb ik een lievelingsturnster, ja. Okay. Ja, dat mag eigenlijk niet. Ik vind dat je dat even niet meer moet doen. Schat, niet doen. Shit. Ja, nu moet ik weer helemaal naar... Oh, je bent echt een sukkeltje. Je bent echt een downy. Dan zit je vast. Ja, downy. Vind ze leuk, hè? Potverdorie, gekke downster dat je er soms bent.
En nu moeten we het dicht maken. Ja, nu moet er gras in. Maar dat is niet zo moeilijk. Beter gras erin doen. Oh, wie wil even dat hout daaronder allemaal even pakken? Want er ligt nog superveel hout in. Ja, ik ben aan de andere kant van de wereld, dus ik ga het ja, niet schat, doen. Ja, schat, haal dat er even uit. Wat? Al dat hout. Nee, ik ben bezig met andere dingen. Wat dan? Met de inbouw, maar ik weet niet wat Knups aan het doen is. Ja, dat is de laag. Dit is de laag. Knups heeft de juiste laag, jij niet. Hoezo? Nee, Knups heeft de juiste laag. Ja, maar dat is daar zit gas toch niet? Nee, maar dit is juist de laag. Hier vanaf hier val je niet meer. Knups doet nu goed, jij doet het niet goed. Zie je, ik heb mijn jongens al goed getraind. Hoe, ja, gaat hoe gaat het bij Silence? Ik dacht, ik doe gewoon hier zo en dan daarna gas op. Ja, dat boeit inderdaad. Maar, dat zeg ik net drie keer. Dus hier, kijk, hier gaat dan de dirt in gewoon. Kijk, zodat je, als je faalt, dat je niet keiharde damage slaat. Ja, I know. Kijk, hoppa. Heb jij dirt? Nee. Moet je dirt? Ja. Krijg ik niet zeker. Eeuw, het gooit in je mond. Ja, ik kan het ook wel uitpoepen. Het heeft trouwens wel de kleur ervan, hè? Wat zei je? Niet in Ark. Ja, dat is waar. En bij Ark poepen we natuurlijk wel alle dirt uit. Ja, waarom? Oh my god, waarom bouw je altijd aan dezelfde kant als dat ik bouw? Altijd. Nou is het is altijd. Ja, tosti ijzer. Oh, okay. Hij is een rijtje vergeten. Die ga ik dan maar even doen. Oh mijn god, hij heeft een rijtje vergeten, hoor. Ja, als dat valt, slecht, krijg je damage. Nou. Dat is niet chill. En moet dat je maar niet dat blokje onder je hakken, weghakken. Ik hak nergens een blokje onderweg. Dat zeg ik ook. Jij hebt wel een blokje. Je hebt zelf een blokje. Nee, Giel had het tegen jou. Echt niet, dat staat tegen jou. Ja, oké, laat maar. Ik ga hier helemaal niet op in. Durf je niet meer, pussy. Nee. Oh. Oké, nou, ik had het tegen Eva. Ja, nog meer makkelijk, pussy. Hoor. Poesie. Kijk, zie je die toren zien er perfect uit? Nou, zo gaan we hard. Kijk, bam. Fansom huisje weg. Dus daar komt dus het Fansom huisje. Perfect afgesproken. Nou, ik denk dat we genoeg gedaan hebben voor vandaag weer. Dus lekker knallen. Mensen, allemaal hartelijk bedankt weer voor het kijken naar deze TTT Server Survival. Vond je het leuk? Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog. Morgen gaan we lekker verder. Misschien gaan we een begin maken aan het Fansom huisje of niet. Mocht je dat nou willen dat Eva daarbij gaat helpen, laat dan ook in de reacties achter. Oh, Giel is bezig met de vette brug. Awesome. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Zoals gewoonlijk zeg ik tegen die mensen altijd. Ciao! Yo!